Beste Jacoba, 20 maart heb ik uw neef Paul van Tongeren ontmoet. U zou het niet geloven, maar u bent nu heel bekend in Amsterdam. Uw neef Paul van Tongeren heeft verhalen van u gevonden en er een boek over gemaakt. Iedereen heeft veel bewondering voor u en noemt u een heldin. U bent een voorbeeld voor mij en voor vele anderen. Ik wil dat ik later ook, zoals u, zo dapper en moedig in de wereld sta. Ik heb mooie, spannende en dappere verhalen over u gehoord. Bijvoorbeeld dat de nazi's jullie kantoor hadden doorzocht en de drempel van de deur, terwijl de code van onderduikers eronder zat. Gelukkig hadden ze hem niet gevonden doordat de glazenwasser jullie geholpen had. Maar ook dat Rudy 2010 u gered had uit de trein toen ze bijna uw bonnenvest hadden ontdekt. En jullie verzetsgroep is zo lang geheim gebleven dat het pas in 2013 ontdekt is. Wow, zo knap! Als ik iets zou mogen veranderen in de oorlog, zou ik ook iedereen willen helpen en redden. Ik zou het wel heel eng vinden. Ik heb echt heel veel respect voor u. U heeft wel 4500 mensen gered in die heftige oorlog. En ik had kriebels van de spannende verhalen die ik over u gehoord heb. Groetjes, Ted. Beste 2000, ik heb op 20 maart een verhaal over u gehoord. Uw neef Paul was er ook bij. We mochten aan het eind ook nog vragen aan hem stellen. Dat verhaal was heel indrukwekkend. In het verhaal kwam ik er ook achter dat u een verzetsheldin was. U was zelfs de leidster van groep 2000. Het verhaal dat ze over u vertelde was in de Torbeck SG, in Studio 13. Ik vond het eerste stuk heel indrukwekkend. U zat in de trein en was vermomd als een zwangere vrouw. Maar onder de dikke buik zaten duizenden voedselbonnen. Er was ook een non in de trein, maar dat was eigenlijk een man met de kleren van een non. En toen kwamen de nazi's om te controleren. Toen de nazi's bij u waren, stond de non op en sloeg de eerste Duitser in zijn maag en gaf hem een trap. Bij de andere Duitser sloeg hij op zijn neus. Toen trok de non u mee naar het eind van de trein. En hij sprong uit de rijdende trein. Toen liepen u en de non naar de stad en waren jullie veilig. Dat stuk vond ik heel indrukwekkend. Ik vond het verhaal zelfs zo indrukwekkend dat ik het boek van uw neef Paul bij de Bieb heb gereserveerd. U bent ook in Amsterdam heel bekend geworden. Er is zelfs een brug naar u vernoemd, de Jacoba van Tongerenbrug. Ik vond het heel leuk om een brief voor u te schrijven. Ik ben ook blij dat ik het verhaal over u heb gehoord. Tijdens het schrijven van deze brief zijn er ook nog een paar vragen bij me opgekomen. Werd u niet herkend op straat door vrienden en bent u tijdens de oorlog wel eens gewond geraakt? Met hartelijke groet, Milan. Ik ben Annemijn Klompen en ik ben 11 jaar oud. Beste mevrouw van Tongeren, ik heb een prachtig verhaal gehoord van Kara Baraj over u. Over uw heldendaden in de oorlog. U bent een sterke vrouw. Ik heb gehoord over Rudy, 2010. Over jullie kantoor, over het gat onder de vloer en over jullie codetaal. Ik heb mijn eigen code ook gekraakt. Dat is 7025. Mijn vraag aan u is of u nooit gedacht heeft aan opgeven tijdens de oorlog. U bent een held en een voorbeeld voor ons allemaal. Groet 7025, Annemijn Klompen. Beste Jacoba van Tongeren, deze brief is aan u en aan uw neef Paul van Tongeren. Ik heb gehoord over u en was diep onder de indruk van uw heldhaftige daden. Een enorme dappere vrouw was u in de oorlog, de leider van groep 2000. Daar werd zeer gevaarlijk werk verricht. Ik heb gehoord dat u veel levens hebt gered. Ik heb ook nadat ik dit verhaal heb gehoord van de heer Karel Baraj nog wat vragen, ook al bent u nu inmiddels al een behoorlijke tijd dood. Waarom deed u bijvoorbeeld zo gevaarlijk werk met het risico dat u zelf ook doodging? En hoe wist u nou of u mensen kon vertrouwen uit de groep? Uw neef Paul heeft zich, toen hij
hoorde dat u dood was, pas gerealiseerd dat hij niks over de oorlog aan u had gevraagd. Maar toen zijn kleinzonen van inmiddels 11 en 13 hem vroegen wat zijn familie had gedaan, ging hij op onderzoek uit. Hij vond in een archief in Den Haag wel 300 handgeschreven brieven van u. In die brieven was geschreven over uw leven tijdens de oorlog. In 2015 is er een boek over u geschreven. In dat boek staat wat u deed in de oorlog en wat u allemaal hebt gedaan voor de Joden. U was ontzettend tegen racisme en tegen Adolf Hitler. Beste Jacoba van Tongeren, ik heb heel erg veel bewondering voor u. Hartelijke groet, Jill Schaap. Beste mevrouw van Tongeren, ik heb van uw neef Paul veel over u gehoord. Ik had nog nooit eerder over u gehoord, maar door het verhaal van de verhalenman en de aanvulling van uw neef Paul heb ik heel veel nieuwe dingen geleerd. De verhalenman vertelde het verhaal ook met gebaren, zodat het net leek alsof ik u was. Ik leefde helemaal mee in het verhaal en leefde ook mee met uw neef Paul. Ik had ook gehoord dat u heel vaak ergens anders moest slapen waar geen verwarming was, omdat u gezocht werd. En ondanks uw longproblemen heeft u toch een verzetsgroep geleid. En Paul vertelde dat het u dat te danken had aan uw strenge opvoeding van uw vader. Ik vind het heel knap dat u deze helddaden gedaan en gedurfd heeft. Toch vraag ik me nog wat af. Hebt u wel eens een nazi neer moeten schieten? Bent u wel eens gewond geraakt in de oorlog? Ik vind het knap dat u dit gedurfd heeft. Groetjes uit Zwolle van Hanaya van Haafden. Ik ben Paul van Tongeren, de neef van Jacoba van Tongeren, waar ik een boek over heb geschreven. Samen met Karel Baratsch, stadsverteller van Amsterdam, zijn we in wel 40 scholen geweest om daar een voorstelling over Jacoba van Tongeren te geven. Ook in de Octopus in Zwolle en de onderwijzeres van groep 8, Evelien Bredewoud, had na afloop de leerlingen gevraagd een brief aan Jacoba te schrijven. En een van die brieven lees ik nu voor. En dat is de brief van Tim Dobben, die zelf ziek was en daarom lees ik hem voor. Beste mevrouw van Tongeren, u was niet alleen een heldin uit de oorlog. Want langzaam werd Jacoba van Tongeren een legende. Ook wel de Bonnenkoningin. Met uw organisatie 2000 heeft u duizenden levens gered. U was slim, slimmer dan de nazi's. Dus ik ben vereerd dat ik deze brief mag schrijven aan u. Groet, Tim Dobben. Beste mevrouw van Tongeren, dinsdag 20 maart ging groep 8 van OBS de Octopus naar Thorbecke om te luisteren naar de voorstelling van Karel Baratsch. Dat was heel erg interessant en ik vond het ook heel leuk dat uw neef Paul van Tongeren erbij was. Toen ik hoorde wat u allemaal als verzetsheldin in de oorlog had gedaan, vond ik dat echt super knap. Ik vind het echt heel bijzonder hoeveel mensen u heeft geholpen en ik denk dat u een heel groot voorbeeld bent voor heel veel meisjes en vrouwen. Ik zou heel graag nog wat meer over u te weten willen komen. Hoe kwam u eigenlijk op het idee om een verzetsgroep op te richten? Ik zou zelf nooit op dat idee kunnen komen. En heeft u nooit per ongeluk uw naam aan iemand verklapt? Ik ben echt een enorme kletskous, dus ik zou dat niet geheim kunnen houden. Ik heb heel veel bewondering voor u en ik vind uw verhaal heel interessant. Groetjes van Marlou Hanekamp. Beste mevrouw van Tongeren, toen ik uw verhaal hoorde, dan zag ik het helemaal voor me en ik was erg onder de indruk. Want elke keer de geheime codes meenemen is erg gevaarlijk. Het zou mij niet gelukt zijn om dat te regelen. En dat die mannen dan denken dat een vrouw een verzetsgroep niet kan leiden, hebben ze het goed mis. Die voedselbonnen stelen was erg dapper van u. Maar sommige van uw mannen waren niet heel erg slim. Door die hoge officier te doden gingen heel wat andere mensen dood.
In het verhaal dacht u dat het uw fout was, maar dat was niet zo, want u had opdracht gegeven om daar weg te blijven. Maar u heeft het goed rechtgezet. Om iemand als glazen wasser in te huren was erg slim. Ik weet niet of ik daar wel op was gekomen, maar naast dat heb ik nog wat vragen voor u. Waarom hield u zich niet buiten de oorlog? En hoe komt het dat u zo'n sterke wil had? Dit waren mijn vragen en verder wens ik uw neef heel veel geluk. Groetjes, Joran. Ik ben Lara Jongschaap en ik ben 11 jaar oud. Beste mevrouw van Tongeren, ik heb laatst een verhaal over u gehoord. Ik was heel erg onder de indruk. Uit het verhaal bleek namelijk dat u in de oorlog heel veel goede daden hebt verricht. U was de leider van groep 2000. De groep is naar u vernoemd, want u was nummer 2000. Ik vind het super knap wat u allemaal hebt gedaan. U hielp heel veel mensen, ook onderduikers. U hebt honderden bonnen gestolen en u hebt dat elke maand naar mensen gebracht. Daarom wordt u nog steeds de bonnenkoningin genoemd. U wou in het verzet omdat u het onacceptabel vond dat Adolf Hitler racistisch omging met mensen. Dat vond iedereen, maar u ging al gelijk in 1940 in het verzet. Andere mensen gingen pas veel later in het verzet. En u hebt 5 jaar gestreden. En u heeft het ontzettend goed gedaan. Het was heftig en gevaarlijk wat u deed, maar u heeft doorgezet. En ook al was u ziek, u kon het gewoon niet aanzien wat de nazi's allemaal deden met onschuldige mensen. U hebt het zo goed gedaan, maar helaas was u zo uitgeput van alles dat u na de oorlog ziek bent geworden. Maar ondanks dat had ik een paar vragen voor u. Hoe kon u zoveel bonnen stelen? Want dat is toch super gevaarlijk. Ik hoorde ook dat u uw vader en grootvader kwijt bent geraakt. Het spijt me daarvoor. Maar miste u dan nooit uw familie? En hoe hebt u zo erg door kunnen zetten terwijl u zoveel nare dingen hebt meegemaakt? Ik vind het onwijs knap wat u allemaal hebt gedaan. Dankzij uw neef, Paul van Tongeren, bent u beroemd geworden in Nederland. Hij heeft namelijk onderzocht naar wie u eigenlijk was. En daar heeft hij een boek mee uitgebracht. Iedereen is dankbaar voor wat u allemaal hebt gedaan. En wij Nederlanders mogen een voorbeeld nemen aan u. Wij zijn trots dat er zo iemand als u in Nederland was die zoveel goede daden heeft verricht. Volgens Nederland bent u een echte heldin. Met vriendelijke groet, Lara Jongschaap.